Dat is het slot van het boek eigenlijk. Zou u dat willen voorlezen? Ja. Mijn familie is elke dag in mijn gedachten. De dood van pa, mams en Clara is nog steeds de meest schokkende gebeurtenis uit mijn leven. Erger nog dan alles wat ik zelf in de oorlog heb meegemaakt. Zelfs mijn gevangenschap in Ravensbrück. Zelfs dat van mijn ouders is te weten hoe ze zijn vermoord. Ondanks mijn gelukkige en voldane leven met mijn zeer geliefde man en mijn zoon heb ik nooit kunnen herstellen van die gruwelijke gebeurtenis. Binnenin mij zit een verschrikkelijk gat dat nooit zal helen. In mijn hoofd reconstrueer ik tot in de meest vreselijke details wat er met hen is aangedaan, wat hun is aangedaan. Ik vraag me af of Mams en Clara wisten wat er aan de hand was. Die twee lieve, onschuldige mensen die nooit iemand kwaad hadden gedaan. Ik vraag me af of ze elkaars hand vasthielden toen ze stierven. Ik vraag me af of pa aan ons dacht in zijn laatste secondes of dat hij te veel in paniek was om ergens aan te denken. Het is gruwelijk om iemand zijn recht op een natuurlijke dood te ontnemen. Zelfs nu, 75 jaar later, lig ik 's nachts wakker en zeg ik tegen mezelf: Selma, ga slapen. Je kunt wat er gebeurd is niet veranderen. Daar door eraan te denken. Sorry. Mooi. Zullen we naar Edelweiss gaan luisteren? Ja. Op uw verzoek? Ja. Uit de film The Sound of Music. Loes Haver. Ik heb die film al zo vaak gezien. Ik vond het heerlijk dat ze hem vorige week weer lieten zien. Bless.